Che Giova, che Giova.
Thank you.
Volare.
Albertus vivat. Leve Albert, die een deugd voor niemand onderdoet. Hij is de glorie en leider van zowel Beieren als van ons koor. Tekst van Orlandus Lassus, muziek van Orlandus Lassus. Een lofzang op zijn broodheer Albert of Albrecht de Vijfde van Beieren. En hij had het goed daar. En dat werd hier kracht bijgezet in het laatste van I Triomphi van Orlandus Lassus op tekst van Petrarca en van hemzelf. Uitgevoerd in de Domkerk Utrecht door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. En ze staan nu allemaal in een halve cirkel op het podium onder het orgel hier in de Domkerk. Instrumentalisten en zangers van het Huelgas Ensemble, meer dan 40 jaar geleden opgericht door Paul van Nevel. Top ensemble, bestaande uit internationale grootheden op het gebied van de instrumenten en de zangkunst. En natuurlijk onder leiding van renaissance-specialist Paul van Nevel. En hij klapt ook zelf nog in zijn handen voor zijn ensemble. En ze buigen in een mooie choreografie hier voor het publiek in de Domkerk dat een staande ovatie geeft. Slotconcert Festival Oude Muziek. Met muziek van een van de centrale componisten, Orlandus Lassus. En nog even bij me aangeschoven, tot slot, lieve Schouwbroek. Lieve, fijn dat je nog even bij ons wilt zijn. En dit was dus het gehele concert met Lassus door Paul van Nevel en het Huelgas. En jouw indrukken nu? Ja, een grote triomf voor Lassus, voor het Huelgas Ensemble. Maar zeker en vast ook voor het festival. Een prachtig slot, vond ik het. Een triomf, geheel in de stijl van het thema van vanavond. En dan het einde van het festival, lieve. Na 10 dagen Utrecht voor jou, terug naar Antwerpen, naar het Vleeshuis. Ik denk het afkikken worden, dat het woord afkikken. Ja, dat wordt het zeker, ja. Een hele dag op kantoor zitten, maar ik kijk er wel naar uit om alles wat ik hier heb gehoord om eens terug op een rijtje te zetten en dan te kijken wie ik volgend jaar allemaal kan uitnodigen. Zou je zo'n ensemble als het Huelgas Ensemble kunnen meenemen? Ja, dat heb ik vaak gedaan, maar dat past niet echt in het Vleeshuis, dat is een andere context nu. En ze komen ondertussen weer op, dames en heren. Applaus voor het Huelgas Ensemble. Het voort te ver om, denk ik, alle namen te noemen. Dat maakt u nieuwsgierig natuurlijk, hè? Pauline Renou, Michaela Riener, Katelijne van Latem, Superior Sopranen, Sabine Lutzenberger, Altus, Giovanni Cantarini, Timothy Lee Evans, Stefan Berghammer, Tom Phillips, Matthew Vine, tenoren, Karsten Kruger, baritonans, Ulfried Staber, Guillaume Orly, bassus. En dan de instrumentalisten Bart Koen, renaissance blokfluit en virginaal. Peter de Klerk, basblokfluit. Zilke Jacobsen, ja, die basblokfluit die was iets van 1,60 meter. Zilke Jacobsen, Wim BQ, bazuin, tenor en bas, trombone, renaissance formaat. Adam Brechtman, Anne van Laten, renaissance viool en Suzanne Brouwman, viola da gamba, onder leiding van Paul van Nevel. Toch nog even gedaan. Lieve Schouwbroek, wat ga je meenemen naar Antwerpen, behalve die herinneringen en het feit dat we met z'n allen moeten afkicken van het Festival Oude Muziek? Als je één ding noemt, tot slot. God, dat is een moeilijke vraag. Ja, je zei het al in het begin, dat is een hele moeilijke vraag. Dat is heel gemeen van mij. De namen, je hebt heel veel namen genoemd, genoteerd van mensen die je graag in Antwerpen zou willen. Ja. Ja, het zijn er zoveel dat ik niet meer precies weet wie wat heeft gedaan, maar ik heb...